De kleuters van de Nieuwzorgschool te Kommewijnen, die het volgende schooljaar naar de leerschool gaan, zijn in stijl uitgezwaaid. Het thema prinsessen en prinsen was duidelijk te merken. De kleuters waren prachtig gekleed als prinsesjes en prinsen. Eerst zijn ze in een limousine naar school gebracht, daarna mochten ze een koetsrit maken zoals het gebeurt in de sprookjes. Ook de kleuterjuffen lieten zich van hun beste zijde zien en waren gekleed in hun prinsessengewaad. Het was duidelijk te merken dat dit een onvergetelijke dag was voor de kleuters. Een trotse en enthousiaste kleuterleidster, Orsine Overman, geeft aan dat zij op de hemden van de jongens na de kostuum zelf heeft gemaakt. Ja, geweldig. Dank u wel. Complimentjes. En van welke school nog een keer? Laat u het horen. Van de Nieuwzorgschool. En wat is de activiteit eigenlijk? Het uitzwaaien van de kleuters. En ja. Elk jaar hebben jullie... Elk jaar komen we met een ander thema. Oké, en welk thema hebben we dit keer? Prinses. Prinses. En wat about de prinsen? De prinsen zijn er ook. Ze worden zeker al. Maar ik heb gemerkt dat zelf de schooljuffrouwen als prinsesjes gekleed zijn. Ja. We moeten ook vorm geven aan het geheel. Oké. En heeft u al enig idee wat er volgend jaar gaat gebeuren? Zo. Maar u bent er wel bij. Hopelijk wel. Met de wil van de almachtige God daarboven. Kleuterleidster Orsine Overman, gisteren bij het uitzwaaien van de kleuters van de Nieuwzorgschool te Kommewijnen. Na hun limousine en koetsrit konden de pupillen genieten van entertainment en daarna lekker smullen. Ook de ouders hebben zich ingezet om deze dag tot een succes te maken. Ook andere basisscholen hebben afscheid genomen van hun kleuters die het komende schooljaar naar de grote school gaan. Gisteren was de laatste schooldag en de start van de grote vakantie die tot oktober duurt.